Goedemiddag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza van maandagmiddag 27 augustus. Vanmiddag trekt er vrij veel bewolking over het land, heel af en toe komt de zon ook tevoorschijn en lokaal valt er een enkele bui. Er stond vandaag een stevige wind uit het westen, maar vanavond neemt die wind snel af, de temperaturen liggen dan tussen 14 en 17 graden, lokaal kan er nog een enkele bui vallen, maar het wordt in de loop van de avond eigenlijk overal droog. Vannacht is het dan droog en vrijwel windstil, maar minima die liggen tussen de 10 en 14 graden. Ook morgen blijft het droog, maar s ochtends zijn er nog wel veel wolkenvelden. In de loop van de ochtend lossen ze deels op en smiddags schijnt de zon van tijd tot tijd, afgewisseld door enkele stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden en er staat daarbij weinig wind. Woensdagochtend begint het in het zuidwesten te regenen. In het noorden en oosten kan het voor de buien uit nog 24 graden worden, elders wordt het 19 tot 23 graden. In de loop van de dag breidt de regen zich uit over de rest van het land en er kan daarbij stevig regenen. Donderdag vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien, elders blijft het droog. Vrijdag blijft het overal droog bij een afwisseling van zon en wolken en temperaturen tussen de 18 en de 21 graden. Ik ben Hanneke Luiting van Weerplaza.